Waar zat hij? Wie had dat 2 maanden geleden durven zeggen? Eriksen. Zit erin! Wat een prachtige trap van Aizati! Aizati kan makkelijk buitenom en het is 2-0 voor Ajax. Ismail Aizati. De doelpunten als deze bekroonde Aizati zijn terugkeer in de A-selectie. In zijn geval mag je net als bij Ajax spreken van de comeback van het seizoen. Zo kan het gaan in het voetballerij. Op het begin van het seizoen zat ik in jong Ajax. Heb ik mijn wedstrijden vaak op maandagavond gespeeld. En nu sta ik en speel ik in Ajax. Hè. Bij jong Ajax kon de middenvelder aan zijn ontwikkeling werken. Zowel technisch als fysiek. En daar plukt Aizati nu de vruchten van. Ik ben topfit. Ik heb tot nu toe, even afkloppen, geen problemen gehad. Dus ja, ik voel me heel goed. Aizati is uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in het team. En daarmee heeft hij definitief een streep gezet onder de jaren waarin hij de belofte van supertalent niet altijd kon waarmaken. En op het begin kon ik daar niet goed mee omgaan. Omdat vooral als jonge speler wil je... Je wilt alles, dat alles zo snel mogelijk gaat. Je wilt heel graag spelen en dan raak je ook sneller gefrustreerd. En nu zit ik wel, denk ik, in een fase dat ik daar veel rustiger in ben geworden dan toen. Je wordt volwassen. Laten we het hopen. Aizati leert nog iedere dag van zijn omgeving en 1 medespeler steekt er bovenuit qua voorbeeld voor hem. De man die hij tegen NAC, waar de zegenreeks van Ajax begon, moest vervangen. 1-0. 1-0. Die is altijd positief. Werkt altijd keihard, zeurt niet of hij nou wel of niet speelt. Ja, zo hoort dat. Dus, dat zijn de echte grote spelers. Perfecte prof en een goed mens. Ja, absoluut. Een fantastisch mens. Hey, jongens. De sfeer in de selectie is top na de opmars. Hoogtepunt voor Ajax en Aizati daarin was de zege op PSV. Het was natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd voor ons waar heel veel druk op lag. En als je zag hoe we die wedstrijden speelden, ja, met zoveel druk, zoveel passie. Echt vanaf het begin tot het einde. Ja, zo moet Ajax elke wedstrijd spelen, vind ik. Waar hij volgend seizoen speelt, weet de speler met een aflopend contract nog niet. Aizati denkt voorlopig alleen maar aan de landstitel. Het is fantastisch. Ik zit er thuis wel vaak aan te denken van hoe dat zou zijn met de schaal in mijn handen. Dat zou iets fantastisch zijn. Onbeschrijfelijk gevoel.